ik wilde er niemand over vertellen, omdat ik toch een soort van comeback wilde maken. Een paar jaar geleden kreeg ik de ziekte van Graves. Dat we die diagnose krijgen was voor mij best wel een grote shock. Ik wist niet eens dat ik een schildklier in mijn lijf had. Op dat moment had ik ook weinig energie. Ik was heel erg moe. Ik was lang blij dat ik een dag school kon volhouden. Het sporten was voor mij op dat moment ook een absolute no-go. Omdat ik daar de energie ook gewoon niet voor had. Na het krijgen van de diagnose was dat best wel een pittige tijd. Want je weet niet wat je te wachten staat. Je krijgt in één keer allerlei informatie naar je toegeworpen waar je geen idee hebt waar het over gaat of wat het inhoudt en wat het verder met je doet. Dus ik leerde ook in één keer best wel heel veel over wat het doet met je lijf en voor je lijf allemaal. En dat was best wel confronterend om op zo'n jonge leeftijd heel veel dingen te mankeren, om het zo maar even te noemen. Ik ben begonnen met het slikken van medicijnen en dat heeft altijd eventjes de tijd nodig en ik ging me gelukkig ook al snel weer beter voelen. En naarmate ik me steeds weer beter ging voelen, kreeg ik ook weer iets meer energie terug. Ik kreeg weer zin om dingen te doen. En ook mijn zin in sporten kwam weer langzaam terug. En dat was ook het moment dat ik besloot om weer wat te gaan doen. Het naar de sportschool gaan kostte mij te veel energie. Die drempel was voor mij te hoog. Ik wilde toch heel graag wel bewegen en sporten. En ik ging op zoek naar een manier die bij mij paste. En die vond ik. Ik begon met hardlopen. Dat was voor mij een laagdrempelige manier om weer te gaan bewegen. Ik downloadde de Evi-lessen. Die zette ik op mijn iPod. En met een paar oude sportschoenen en een grijze joggingbroek ben ik aan mijn hardloopavontuur begonnen. Vrij snel ging dat goed. Ik hield het vol. Ik vond het leuk. Ik behaalde steeds meer kleine doelen die ik stelde. Zoals een bepaald stuk aan één doorlopen. En uiteindelijk lukte het mij om aan het einde 5 kilometer te kunnen hardlopen zonder pauzes. En dat gaf mij een lekker gevoel. Het hardlopen bouwde ik dus met de lessen van Evi langzaam weer op. Ik trainde tot de 5 kilometer. Ik deed 3 keer in de week mijn training. En dat ging vrij snel goed. Ik hield het vol. En ik had er ook heel veel plezier in. En dat was voor mij een hele fijne, laagdrempelige manier om te starten weer met sporten. Ik stelde zelf hele toffe doelen waar ik echt naartoe kon trainen. En uiteindelijk heb ik echt dingen gedaan die ik voor de ziekte van Graves nooit eigenlijk voor ogen had. Dus dat is wel heel bijzonder om dat op deze manier mee te mogen maken. Inmiddels was ik ook gestopt met de medicatie, omdat mijn schildklier weer naar behoren werkte. Maar in 2018 begon die weer met te snel werken helaas. En toen merkte ik ook heel erg veel dingen met sporten die gewoon niet meer vanzelf gingen. Zoals ik kwam gewoon echt letterlijk niet meer vooruit. Ik kreeg heel erg weer last van kortademigheid. Ik verzuurde heel gauw. Ik had dus ook heel veel pijn in mijn lijf. En met die klachten ben ik dus ook inderdaad naar de dokter gegaan, weer bloed geprikt. En eigenlijk wist ik het ook al wel dat het weer zover was. En dat was natuurlijk wel een enorme teleurstelling om weer de medische molen in te moeten. En dat was ook best wel heel erg zwaar, want dit keer wist ik dus wel wat mij te wachten stond. En ik moest ook heel veel dingen inleveren en vooral op het gebied van sport was dat zo. Ik kon eigenlijk niet meer het niveau halen wat ik daarvoor deed en ik modderde op een gegeven moment ook gewoon weer een beetje aan. En het lukte gewoon echt niet meer. Ik was na het hardlopen altijd zo moe. Ik moest altijd heel erg bijkomen en dat kon eigenlijk alleen maar met slapen. En dat is ook helemaal niet gezond als ik daaraan terugdenk. En eigenlijk had ik gewoon al veel eerder moeten stoppen, maar ik was zo gefocust op het weer hardlopen. En misschien ook omdat mensen het van mij verwachten. Omdat ik altijd wel mensen heb geïnspireerd om ook te gaan bewegen. En dat maakte het voor mij wel heel erg moeilijk. En dan ben je ook weer opnieuw aan het instellen op medicatie. En dat ging ook niet zo heel erg goed. En dat was ook elke keer weer een teleurstelling. Om te horen dat het weer niet goed ging. Of dat het even goed ging en het dan weer niet goed ging. Dus ik had best wel heel veel tegenslagen die ik moest verwerken en daar kon ik het stukje van het niet meer, eigenlijk niet meer kunnen hardlopen, moeilijk bij accepteren. Dus ik heb uiteindelijk in 2019 weer een poging gedaan en die is gewoon eigenlijk falikant mislukt. En toen eindigde ik met een blessure aan mijn enkel op vakantie en toen dacht ik echt van,
dit gaan we anders doen. Dit gaan we niet meer op deze manier doen. En ik moest natuurlijk rustig aandoen. Dus ik heb besloten gewoon ook inderdaad om te gaan stoppen met hardlopen. En dingen te doen die ik dus heel erg leuk vind. En dat is mountainbiken. Dat past helemaal perfect binnen mijn kunnen. Ik ga een stuk minder mijn grenzen over om doelen te halen of zo. En ik geniet gewoon echt weer van het sporten, kilometers maken op een andere manier. En ondanks dat ik nu de mountainbike heb en daar heel veel plezier uit houd, zijn er ook inderdaad voldoende momenten waarbij ik dus niet kan mountainbiken of dat het gewoon niet gaat. Ik wandel daarnaast nog heel veel. Ik probeer dagelijks een rondje te lopen. En dat geeft me ook heel veel voldoening om op die manier ook in beweging te zijn. We willen eigenlijk allemaal heel graag verder dingen doen. En dat merk ik ook bij mezelf, dat gewoon soms niet, dat het niet wil. Ik ben, voordat ik daarachter kwam, ben ik eigenlijk wel 100 keer, nou laat ik zeggen 1000 keer onderuit gegaan. Voordat ik door had wat voor mij het beste werkte en waar een grens lag. Het is soms wel natuurlijk moeilijk om die mogelijkheden te ontdekken. Maar het is vooral ook gewoon heel veel proberen. Soms wel onderuit gaan, maar altijd weer opstaan daarna. Ik was zelf 18 toen ik de ziekte van Graves kreeg. En dat was best wel een pittige leeftijd. Vooral omdat je natuurlijk niet helemaal mee kan gaan meer met je leeftijdsgenoten. Maar ik heb ondanks alles, doe ik nog wel de dingen die mij wel heel veel vermoeidheid opleveren. En daar geniet ik dan ook extra van. En daar maak ik een bewuste keuze in. Ik wil heel graag nog wat met jullie allemaal delen. En dat is luister goed naar je eigen lijf. Want jouw lijf vertelt je heel veel. En ondanks alles is er heel veel nog wel mogelijk.